Realityster Megan de Saver heeft opnieuw voor verrassend nieuws gezorgd. Ze is ineens getrouwd. Haar partner? De Britse zakenman Oliver, met wie ze nog maar enkele maanden samen is. Maar wie is deze man precies? Dat gaan we je vertellen. De 25-jarige, bekend van programma's zoals Ex on the Beach en Temptation Island, stapte onlangs in het huwelijksbootje. Dit deed ze niet zomaar ergens, maar in de iconische Little White Wedding Chapel in Las Vegas. Megan deelde haar grote nieuws via Instagram Stories. Op een van de foto's is te zien hoe Oliver een ring om haar vinger schuift, terwijl ze stralen van geluk. Op een andere foto gaven de twee elkaar een zoen. Megan schreef erbij, "Can't wait until the big wedding." De ceremonie was simpel, maar liefdevol. Fans reageerden enthousiast, hoewel sommigen zich afvragen of het allemaal niet erg snel is gegaan. Maar hoe kennen ze elkaar eigenlijk? De ontmoeting tussen Megan en Oliver klinkt als een filmscène. Megan vertelde in een interview dat ze Oliver afgelopen juni ontmoette tijdens een meidenvakantie op Ibiza. Het gebeurde in een club waar ze elkaar toevallig tegenkwamen toen Megan naar het toilet ging. "Ik was totaal niet met mannen bezig," vertelt Megan. "Maar toen kwam ik hem tegen en we bleven uren praten. De volgende dag gingen we op date en sindsdien heb ik hem niet meer losgelaten." In september, tijdens een romantische vakantie op de Filipijnen, vroeg Oliver haar ten huwelijk. Megan deelde toen een filmpje van de verloving waarin ze haar prachtige ring liet zien. Ze schreef erbij, "Ik kan niet geloven wat er zojuist is gebeurd. Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met jou te spenderen." Maar waarom trouwen in Las Vegas? Het huwelijk in Las Vegas was een hele bewuste keuze. Megan liet eerder al weten dat zij en Oliver snel moesten trouwen. De reden? Ze is van plan om bij Oliver in Engeland te gaan wonen en daarvoor moesten ze officieel op papier getrouwd zijn. Megan legt uit, "Het was een kleine ceremonie, enkel op papier. Over een paar maanden geven we een groot feest voor vrienden en familie, waarschijnlijk in België." Las Vegas was voor Megan en Oliver niet zomaar een toevallige locatie. De stad staat bekend om zijn spontane en iconische trouwlocaties en de Little White Wedding Chapel is een van de meest beroemde plekken ter wereld. Celebrities zoals Britney Spears en Joe Jonas gaven hier ook al eerder een jawoord. Hoewel hun relatie nog pril is, lijkt Megan er zeker van te zijn dat Oliver de ware is. Ze beschrijft hem als de liefste persoon die ze ooit heeft ontmoet. "Hij staat bewust in het leven en helpt me echt op het rechte pad," vertelde Megan eerder in een interview. Fans kennen Megan vooral van haar roerige liefdesleven in reality shows zoals Ex on the Beach. Daar leek ze een serieuze relatie te hebben met Luca Gianni, maar dat liep uiteindelijk op niets uit. Ook haar eerdere verloving met Dennis Roos, eveneens bekend van Ex on the Beach, bleek niet meer dan een publiciteitsstunt. Deze keer lijkt Megan echter zeker van haar keuze. Ze vertelde openhartig dat ze begrijpt dat mensen haar overhaaste beslissing misschien niet helemaal snappen. Maar volgens haar weet je het gewoon als het goed zit. "Ik geef mensen geen ongelijk dat ze het snel vinden. Maar ik weet zeker dat dit juist is," zei ze zelfverzekerd. Voor Megan lijkt het huwelijk niet alleen een stap in de liefde, maar ook in haar persoonlijke groei. Haar verleden in de realitywereld zat vol drama en tijdelijke relaties, maar nu lijkt ze eindelijk haar rust te hebben gevonden. Met Oliver aan haar zijde zegt ze klaar te zijn voor een stabiele toekomst. Of ze binnenkort nog terugkeert naar de Nederlandse of Belgische televisie is niet bekend, maar fans hopen haar vast nog te zien.